In de decembermaand zijn er veel eindejaarsacties in Vlaardingen en Schiedam waaraan je mee kan doen. Weet je dat heel veel mensen met tweede kerstdag alleen zitten? Die zitten thuis en die hebben niks of weinig. Of gezinnen, grote gezinnen. Het is natuurlijk leuk om die grote gezinnen te verwennen. Maar ook degene die thuis zit alleen, die kunnen nu met ons samen zitten. We hebben daar bijvoorbeeld helemaal achterin een hele groep Oekraïense senioren. Die zitten natuurlijk hier in het Frans van Haversmit. Ja, die senioren nodig ik altijd graag uit om bij ons aan te sluiten. En dan maak je met elkaar gewoon één mooi groot kerstfeest. Op tweede kerstdag. Want iedereen is gesloten op tweede kerstdag. Maar JNS is altijd open op tweede kerstdag. Ja, het is echt weer geweldig. Het, als ik zie hoe de mensen weer genieten, ook van de lunch. En het is toch met elkaar veel leuker dan dat je thuis zit alleen. En soms zitten ouderen thuis en is de een mantelzorg over de ander. Die zitten hier ook lekker bij. Want die kunnen nu zelf ook genieten en die hoeven thuis dan niet alles te doen. We weten allemaal, de spreuk, niemand mag met kerst alleen zijn. Dus dat is eigenlijk wat wij een beetje willen bewerkstelligen. Dat we gewoon gezellig samen zijn hebben met de mensen die eigenlijk toch wel een beetje alleen thuis zitten. Wat ik dus net zag gebeuren toen de mensen hier binnenkwamen, is dat, dat er ook veel mensen die bijvoorbeeld elkaar niet kennen bij elkaar gingen zitten. Dat klopt. Ja, klopt. Dat doen we expres. Want anders dan krijg je toch een beetje clubjes. En nu hebben we gewoon, we zetten mensen bij elkaar neer die elkaar niet kennen. Ook daar ontstaan weer hele leuke gesprekken bij. We hebben wel eens een project gehad, daar ontstaan zelfs vriendschappen uit. En dat is eigenlijk wat wij willen. We hebben een heerlijke versgemaakte groentesoep, want het moet allemaal wel lekker met vitamintjes, hè? Dat begrijp je wel. We hebben een heerlijke verse groentesoep. Er komt dadelijk een heerlijke salade aan. En na de salade komt er nog een heerlijk toetje. En dat is met ijs en versgemaakte stoofperen. En daarna gaan we natuurlijk nog heel veel cadeaus uitdelen. En wordt het echt grandioos gezellig. 107! En ik heb net ook allemaal cadeautjes gezien. En was dat wat? Ja. Ja. Wat hebben jullie gekregen dan? Ik had een puzzel. Ik had een kleurboek. Ik had een puzzel. Maar ik vind het ook leuk dat het is tot jong tot oud. Dus daar vind ik het wel leuk door. Ja, kerst draait natuurlijk om mooie wensen naar elkaar toe. Wat zijn kerstwensen die jullie mee willen geven? Dat iedereen een gelukkig leven krijgt. Samen met je familie zijn. Dames en heren, een fijne kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.